Dag, fijn dat u kijkt naar deze video van Art & Leisure. Vandaag neem ik u mee naar Wenen, naar het Kunsthistorisches Museum, om te genieten van een werk van een van de best vertegenwoordigde en een van de meest beroemde Nederlandse schilders uit de collectie. En dat is Pieter Breugel de Oudere. Pieter Breugel de Oudere kennen we vooral onder de bijnaam Boeren Breugel. En hij is met maar liefst 12 werken vertegenwoordigd in het Kunsthistorisches Museum. Zijn werken zijn ontzettende publiekslievelingen. Ze brengen vaak een glimlach op je gezicht als je daarnaar kijkt. Het lijkt een en al vrolijkheid te zijn in veel van die werken. Maar de vraag dringt zich natuurlijk op, is het alleen maar vrolijkheid of zit er ook nog een moraal achter? Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar eerst ga ik het met u hebben over die bijnaam, Boeren Breugel. Waar komt die eigenlijk vandaan? Nou, het is zeker niet alleen maar afkomstig van zijn schilderijen met boerentaferelen. In 1604 werd er namelijk een kunstenaarsbiografie van Pieter Breugel de Oudere opgenomen in het schilderboek van Karel van Mander. En Karel van Mander die legt daarmee de basis voor de reputatie van Pieter Breugel als de Boerenbreugel. Hij vertelt ons namelijk dat Pieter Breugel regelmatig samen met een bevriende opdrachtgever en koopman zich verkleedde als boer. En dan gingen ze naar de boerendorpen en ze gingen naar de kermissen. Ze gingen daar soms zelfs onuitgenodigd naar bruiloften toe, vertelt Van Mander ons. En Breugel vermaakte zich daar dan met het kijken naar de boeren die aan het dansen en het drinken waren, die aan het vrijen waren en aan het eten. En als hij dan later weer terug naar huis ging, dan wist hij dat zeer aardig en kluchtig in verf na te bootsen. Dat is wat Karel van Mander ons zegt. Een fantastisch verhaal over deze Pieter Breugel die we hier in een vermeend zelfportret aan de linkerkant zien. Maar hoeveel daarvan moeten we geloven? Het is op dit moment redelijk twijfelachtig of we dit hele verhaal in zijn totaliteit moeten geloven. Deels al gewoon simpelweg omdat Karel van Mander zijn schilderboek pas ettelijke decennia na het overlijden van Pieter Breugel de Oudere schrijft. Maar toch zitten er elementen in de werken van Breugel die toch tot nadenken aanzetten. Zou er niet toch een kern van waarheid in zitten? Want Pieter Breugel lijkt toch wel redelijk bekend te zijn met het fenomeen boer. U ziet dat aan de overtuigende weergave van details, karakteristieke koppen, maar ook de kleding van de boeren en de attributen die ze bij zich droegen, bijvoorbeeld. En een van zijn beroemdste boerentaferelen is deze boerenbruiloft. En daar zien we dat eigenlijk ook weer in terug. Misschien is dit wel een van die bruiloften waar hij ooit een keertje onuitgenodigd naartoe ging. U weet het niet. Maar wat wel belangrijk is om te beseffen, dat de benaming Boerenbreugel heel verklaarbaar is op basis van Van Mander en op basis van die boerentaferelen die Pieter Breugel schilderde. Maar het is slechts een indicatie van een gedeelte van zijn oeuvre. Breugel maakte ook fantastische religieuze voorstellingen. Hij maakte een serie van de seizoenen bijvoorbeeld, waarbij hij grote stappen zet op het gebied van de weergave van het landschap. Het is dus zeker niet alleen maar beperkt tot boerentaferelen. Maar de vraag dringt zich dan natuurlijk wel op van hoe gaat hij om met die figuren? Nou, we kennen op dit moment nog één onomstotelijk aan hem toegeschreven tronie, een kop van een boerin. Een tronie is als het ware een karakterkop. En er moeten er op basis van inventarissen meer geweest zijn. Dit soort koppen, die hij misschien wel vlak na thuiskomst opzette, gebruikte hij later in de weergave van die grotere composities van boeren en dorpse voorstellingen. Zoals deze. En deze vrolijke voorstelling, daar worden we eigenlijk gelijk in meegezogen. Hè? Deels door de figuren die vanaf rechts met grote stappen het beeldvlak binnenkomen.
maar ook door de figuren aan de linkerkant, in een iets donkerder weergegeven gedeelte, wat onze blik ook weer naar het middenplan trekt. En op het eerste oog lijkt het alleen maar vrolijkheid. En ik neem u dan ook mee naar het gedeelte links voor. Daar ziet u wat er gebeurt bij een herberg. De herberg hier heeft een tafel buiten neergezet en er wordt vrolijk gedronken. U ziet de bierkroezen op de tafel staan. U ziet hier brood liggen en zout en zelfs een klomp boter. We zien dat er hevige handgebaren zijn. Het zijn een beetje karakterkoppen. En we zien hier aan de linkerkant een man met een handgebaar. Sommigen denken dat hij aan het bedelen is. Maar het kan ook zo zijn dat hij in gesprek is, in een discussie verwikkeld is met de figuur aan de overzijde van de tafel met het blauwe mutsje. En in zijn enthousiasme slaat die man, zijn buurman, tegen de kaak aan als hij zijn hand wil uitsteken. Dit is het effect van te veel drank. We zouden kunnen zeggen onmatig gedrag. Daarachter, achter deze tafel, zien we een tweetal. Een man en een vrouw in innige omhelzing terwijl ze elkaar een kus geven. We zouden het kunnen interpreteren als lust. En aan de rechtervoorkant van dit detail zien we een doedelzakspeler. En naast hem een man die hem lijkt aan te spreken. Die man draagt een baret met een veer erop. En die veer is een teken van ijdelheid. En zo hebben we op een klein stukje, op een klein fragment van het schilderij, drie ondeugden te pakken. Die zomaar dus inderdaad bij kunnen dragen aan de moraliserende werking van dit schilderij. Toch heeft niet alles die bijbetekenis. We zien hier bijvoorbeeld ook twee meisjes, die veelal gewoon gezien worden als een toevoeging om de boerenkinderen weer te geven, die zich ook weten te vermaken tijdens zo'n boerenkermis. Het oudere meisje leert het jongere kind dansen. Ze doen samen een dansje. Misschien leert het oudere meisje haar zusje wel dansen voor de volgende keer dat er kermis wordt gehouden. Ik vertelde u al dat zowel de linkervoorgrond met de herbergscène als de man met de vrouw die vanaf rechts het beeldvlak betreden, ons leiden naar het middenplan. En in dat middenplan, daar zien we achter die groep dansers een klein groepje van drie figuren, met in het midden een nar. Die kijkt ons recht aan. En die nar met zijn narrenkap met belletjes, die staat tussen twee figuren in. Hij fungeert als het ware als spiegel. De vrolijkheid van de voorgrond laten we ineens achter ons. We worden geconfronteerd met een diepere betekenis. En sommige kunsthistorici zien graag bijvoorbeeld al een diepere betekenis en de figuren aan weerszijden van die nar. Aan de linkerkant zien we een man die daar nogal vrolijk uitziet. Hij zou symbool staan voor de groep die gelooft in de functie van een kermis als samenhang voor een gemeenschap. Het is de lijm die een gemeenschap bij elkaar houdt, één keer per jaar. En aan de rechterkant zien we een nors kijkende man, die volgens die kunsthistorici symbool zou staan voor de groep die kermissen maar een verderfelijk fenomeen vinden. En uiteindelijk zou die groep hun gelijk tussen aanhalingstekens vinden door een decreet dat in 1599 wordt uitgevaardigd door Philips II, waarin gesteld wordt dat de kermis per jaar nog maar één dag mag duren. Deze nar die zien we op het middenplan. En in dat middenplan zien we aan de linkerkant ook een herberg met een vaandel. En dat vaandel, daarop zien we de figuur aan de linkerkant Maria, de maagd Maria. En aan de rechterkant met pijl en boog zien we Sint Joris. Dit zijn heiligen aan wie vaak een kermis gewijd werd. We kennen bijvoorbeeld het fenomeen van de Joriskermis in diverse dorpen. Maar het vaandel hangt er simpelweg bij.
Er wordt geen aandacht aangegeven door de mensen die in het rond dansen. Net zo min als dat ze aandacht hebben voor het prachtige portretje van Maria met kind dat aan de rechterkant op een boom bevestigd is. Er was ooit wel aandacht daarvoor. Dat blijkt uit de kruik die onder het portretje hangt met bloemetjes erin. Maar op het moment dat de kermis begint, is al die religiositeit en zijn die heiligen gewoonweg even vergeten. En daar zit dus die moralisering in dit werk. Het werk van Pieter Breugel is vaak een zoekplaatje. In die zin, er is geen detail dat Pieter Breugel toevoegt dat niet geënsceneerd is op die manier. Alles lijkt een betekenis te hebben. En hij geeft daarmee een aanzet voor latere genre schilders. Denk bijvoorbeeld aan Jan Steen uit de Nederlandse 17e eeuw. We kunnen dus zeggen, dit is een werk tot lering en vermaak. Maar het is vooral ook in eerste instantie leuk om te zien. Ik hoop dat u genoten heeft. Mocht u langer willen genieten van kunst, neem dan eens een keertje een kijkje op de website www.artandleisure.nl. Daar vindt u ook de webinars die ik aanbied. En dan kunt u 2 uur lang van kunst genieten. Vergeet ook vooral niet te abonneren op dit kanaal. Dat kan via de knop hieronder. Druk even op het belletje. Dan mist u geen enkele van de video's die geüpload worden. En voor nu zeg ik dank u wel voor het kijken. En heel graag tot een volgende keer. Tot een volgend kunstwerk.